De Biden-Harris-administratie hecht veel waarde aan eenheid binnen de regering, wat blijkt uit talrijke gezamenlijke publieke optredens en politieke initiatieven. Harris wordt vaak neergezet als een belangrijke steunpilaar voor Biden. Het is duidelijk dat Biden vertrouwen heeft in haar capaciteiten en haar rol binnen de administratie actief bevordert. Politieke experts benadrukken dat Harris een duidelijke en gefocuste aanpak moet volgen om zich te kunnen handhaven tegen de felle kritiek van Trump. Trumps strategie draait vaak om populistische aanvallen en de verspreiding van desinformatie. Harris werkt eraan om zich te verdedigen met feiten en grondig onderzochte politieke initiatieven. Om haar politieke agenda vooruit te helpen, past ze deze strategieën doelgericht toe. Volgens de nieuwste berichten van Biden News richt Harris zich sterk op sleutelthema's zoals immigratie, gezondheidszorg en economische herstel. Door hun inspanningen op deze gebieden hoopt ze de goedkeuring van het Amerikaanse publiek te winnen en haar tegenstanders te weerleggen. De administratie onder Biden en Harris heeft verschillende belangrijke wetten ingevoerd om deze problemen aan te pakken, wat hun leiderschap en besluitvormingsvermogen onderstreept. Harris heeft ook steeds weer publiekelijk laten blijken dat ze de subtiliteit en complexiteit van het binnenlandse politieke landschap van de VS begrijpt. Een andere belangrijke component van haar strategie is het versterken van haar zichtbaarheid en invloed in internationale zaken. Harris heeft al meerdere hooggeplaatste buitenlandse reizen gemaakt en ontmoetingen gehad met internationale leiders om de positie van de VS op het wereldtoneel te versterken. Dit toont haar streven aan om gezien te worden als een geloofwaardige en sterke leider, zowel nationaal als internationaal. In veel interviews met verschillende mediabronnen, waaronder Harris Kamala News, is benadrukt dat Harris haar communicatie heeft verbeterd en digitaler is ingesteld om jongere kiezers aan te spreken. Experts waarschuwen dat Harris, ondanks haar inspanningen, mogelijk ook terugslagen zal blijven ervaren. Vooral gezien de aanhoudende aanvallen van Trump en zijn kamp. Er werd opgemerkt dat Harris een dikke huid moet ontwikkelen om de constante politieke druk te weerstaan en haar koers vast te houden. Samengevat kan worden gezegd dat Kamala Harris een gelaagde en doordachte strategie volgt om haar plek in de Amerikaanse politiek te vestigen en zich te verhouden tot Donald Trump. Met een duidelijke focus op samenwerking, politieke initiatieven en strategische communicatie probeert ze haar invloed uit te breiden en tegelijkertijd de samenleving te verenigen. Auteur Anita Vaken, dinsdag 23 juli 2024.